mensen, kijk naar een nieuwe vet, chill, relaxed commentaar van Rotte 17. Vandaag ga ik weer een nieuwe video uploaden, natuurlijk van GTA. En als je ziet heb ik de Western Demon... Oh, even. De Western Demon motor gevonden. Voor iedereen die dit weet, is een zeldzame motor die je alleen kan vinden en niet kan kopen. En op zich is het leuk voor in je garage, maar om ermee te toeren en zo, dat is echt drie keer niks. Kijk, als ik een wheelie maak, om sneller te gaan. Oh, even. Oké, wij gaan verder. We gaan daily objective doen. Nee hoor. We gaan daily objective doen, want ik wou nog een aflevering uploaden voor meneer om snel en veel geld te verdienen. En daily objective kan je snel en veel geld verdienen, dus dat is een van die manieren. Dus die ga ik nu behandelen. Bike race, ja, jullie weten allemaal wel hoe dat moet. Gewoon een bike race start, maakt niet uit hoeveel je bent als je maar meedoet. En dan ga ik nu... Want deze is een free room, dus vond ik wel leuk om te doen. Ja, niet iedereen weet hoe je dit moet doen, dus dan moet je gewoon een ammunition opzoeken met een shooting baan. En dat kan je zo doen, die pijltje omlaag de hele tijd gewoon. Even kijken. Waar is, oh hier, ammunition with range. Dan klik je daar gewoon op, dat is altijd al goed. En nu gaan we daar even snel naartoe. Er komt ook nog een video aan, heb ik samen met een andere YouTuber die 1900 abonnees heeft, een racevideo gemaakt. En ik hoop dat jullie daar een beetje naar uitkijken, vond het op zich wel leuk om te doen. En ja, misschien ga ik wel vaker samenwerken met andere YouTubers, om zo meer subscribers te krijgen. Dus ja, ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Daar zijn we. Hop. Voor degenen die weten waar het liggen, stel je krijgt dit, dan weet je dat je naartoe moet. Maar je weet dus ook dat je natuurlijk gewoon het kan doen door naar start te gaan. Oh, dan kan je niet het pijltje omlaag en dan kom je er vanzelf wel. Ik heb deze ik heb het alles moeten doen. Dus daarom zie je dat ik ook een vinkje heb. Dat had ik toch ook opnemen, maar was toen vergeten. Of ik vond de commentaar niet zo vet, dus heb ik weggedaan. Want ik ben toch best wel kieskeurig, ik wil wel alleen vette commentaars uploaden. Ik wil wel dat jullie het leuk vinden om naar te kijken. Gewoon allemaal op één ronde instellen tot zo kort, tot zo snel mogelijk, dat je snel mogelijk klaar bent. En de gun is op zich wel leuk. Gewoon niet kruisjes spammen, ik weet niet waarom, maar ik weet niet wat ik anders moet doen. Hop. Gewoon de hele tijd. Een paarse mag je trouwens niet aanraken. Dan krijg je min, kijk, 50 punten. Oh shit. Er komen al paarse, zie ik nu. Shit, fouten. Oh, ik ben er zo slecht in, hè. Oeh. Heb ik überhaupt wat plus? Zit ik überhaupt in de plus of Oh, nog eens even snel op. En het maakt ook niet uit of je de challenge hebt gehaald of als er überhaupt een challenge achter zit, dus gewoon dat je het hebt gedaan en ja, dan is dat goed. Voor degene nog niet weet hoe precies het systeem werkt van Daily Objective. De bedoeling is eigenlijk van GTA dat je terugkomt. En dan is dat je iedere dag Daily Objective doet. Want de eerste dag krijg je 25k en 3000 RP. Als je dat blijft doen, dan krijg je, als je dat de week volhoudt, dan krijg je een bonus van 100k aan het eind van de week. En stel dat je dat maand verloopt, krijg je 500k, dus op zich levert best veel geld op. Maar ja, je moet storen. Dus voor de mensen die niet precies weten wat daarmee bedoeld wordt. Je moet gewoon een winkel overvallen. Dus dan hou je eigenlijk zeg maar de winkel hier op. Dat is een zolder op een store. Dus we gaan even snel naar een winkel toe die er dichtbij in de buurt is. En dan gaan we die overvallen. En als die nou eens doorloopt. Kijk of mijn auto er nog staat. Staat mijn slome motor. Hij heeft zich wel leuk om te hebben, maar... Nou ja. Dat is het dan ook. Oh, ik weet niet hoe je dat... Even kijken, winkel. Als jullie een winkel zien, zet in de comments. Het is niet live, maar ja, ik vind het gewoon even leuk om te zeggen. Oh, hier is hij al. Oh, dat is niet zo heel ver. Oh, dat is wel een hele korte video. Ik
ga nog een video maken, want deze is wel heel kort. Ik wil wel een beetje lang video hebben. En dan zal ik die wel gaan uploaden. Daarbij dat ik vandaag twee video's doe. Ja, als je schiet zou... Shit. Dat was de granatenwerper. Ik pakte mijn snelle wapen, ik wist niet eens welk wapen het was, maar het was geen brand granatenwerper. Respect, echt. Ik ben zo'n koekwoos. Ik dacht eerst van, dat geluid, echt. Ik dacht eerst van, is die shotgun? En die met, oh shit. Toen realiseerde ik me dat het niet de shotgun was. Oh, hij is er weer. Maar, ah, ik wil hem niet doorschieten. Ja, hey, dat ja, je meegel. Ook dat even kreeg 25.000 erbij, dacht van nee, wat? Maar dat is natuurlijk van Daily Objective. Ik dacht van holy shit, ik kan vaker winkelen overvallen. Maar is Daily Objective, is wel een beetje jammer. Maar als ik nu zie, ik heb de Daily Objective gehaald, ik heb ze alle drie gedaan. En ja, voor als je nog niet wist, die kan ik heel veel en snel geld verdienen. Als je maar iedere dag even speelt, en ik zou het vooral aanraden, want het verdient zich goed geld. En die missie playlist die je ziet van Potje, die ik een vorige keer al laten zien. En als je hem niet hebt gezien, dan moet je naar playlist gaan in de beschrijving, geld en RP. Want als je ziet, heb ik een hele nieuwe beschrijving gemaakt. Ik vind de beschrijving echt super vet en veel professioneler uitzien. En ja, dat is eigenlijk wat ik wou zeggen. Deel deze video met al je vrienden, zodat mensen mijn kanaal kunnen zien en misschien ook wel leuk vinden. En ik meer abonnees haal. Vergeet niet te liken. En vergeet vooral niet te abonneren. Dan zeg ik tot de volgende keer. Tot de volgende video. En hou mijn kanaal in de gaten, want er gaat nog een video komen vandaag.